kinderen van de nevendienst. Jullie zijn niet in de ark, dus spring ik bij jullie binnen en vertel jullie over het evangelie van deze zondag. Jezus spreekt over geloven. Hij zegt, hou van God en hou evenveel van de mensen die naast je leven als van jezelf. Ik leg het uit met een verhaal. Luister maar. Een machtig koning werd erg ziek. De beste dokters van zijn land konden hem niet beter maken. God, als u mij geneest, zal ik in u geloven, riep de koning. Beste koning, zei God, eerst moet jij geloven, pas dan kan ik jou genezen. De koning dacht diep na. Ik heb het. Ik zal een grote tempel voor God bouwen. Zo kan hij zien hoeveel ik in hem geloof. Hij liet een tempel bouwen, nog groter dan zijn eigen paleis. Op een dag ging de koning naar de tempel. Mag ik een aalmoes? Vroeg een bedelaar. Ga weg, ik heb mijn geld nu voor wat anders nodig. Toen de tempel klaar was, zei de koning, God, deze tempel is het bewijs van mijn geloof. Genees me nu. Geloof zit niet in stenen, zei God, hoe mooi die ook gestapeld zijn. Maar wat is dan geloven? De koning zei tot zijn dienaren, koop alle boeken die over God gaan. Hij begon ze allemaal te lezen. 'S middags smeekte een bedelaar onder zijn raam om wat brood. Ga weg, riep de koning, ik ben bezig. Weken later was de koning klaar met zijn studie. God, ik heb alle boeken over jou gelezen. Maar mijn beste koning, geloven heeft niet alleen met het verstand te maken. Ik kan je nog steeds niet genezen. De koning was een gebroken man. Wat is er aan de hand? Vroeg een bedelaar. Ik wil weten wat geloven is. Maar koning, geloof zit in je hart. Je moet gewoon houden van de mensen en van God. 'S avonds voelde de koning zijn einde naderen. Hij wou nog één keer naar zijn tuin gaan. Daar liep een bedelaar. De koning klopte op zijn schouder en gaf hem 10 goudstukken. Op slag was de koning genezen. Dat was het verhaal. Nu een beetje uitleg. De machtige koning uit het verhaal, die wilde het op een akkoordje gooien met God. Als ik genees, dan zal ik geloven, zegt hij. Maar wat is geloven eigenlijk? Of beter, wat is geloven niet? Geloven heeft niets te maken met de grootte of de rijkdom van een gebedshuis. Geloven heeft ook niets te maken met verstand. Het antwoord komt van een bedelaar. Geloven heeft met het hart te maken. Kijk maar naar het woord geloven. Wat kan je van dit woord maken? Wat zie je erin? Kijk maar. Love. En dat betekent liefde. Hou van God en van de mensen naast wie je leeft of hoe ze ook zijn. Groot, klein, dik, dun, blank, zwart, arm, rijk, lief of nors, vriend of minder vriend. Houden van een vriend, dat is gemakkelijk. Maar proberen houden van iemand die niet zo jouw vriend is, dat is pas speciaal. Proberen we het? Ja? Doen we het? Ik heb nog een tweede verhaal. Een pakje voor Tim. Luister maar. Tim is morgen jarig. Saar, zijn beste vriendin, wil een pakje voor hem kopen. Zeg eens, Tim, wat wil jij graag? Ik hoef niks, Saar. Als jij komt, dan ben ik al blij. Toe, Tim, ik wil je echt wel iets geven. Ik weet wat, lacht Tim. En hij schrijft een woord op een stuk papier. Alsjeblieft, Saar, dat is mijn wens. Saar leest wat er staat. Le funk.
Wat is dat? Ze kent het woord helemaal niet. Dat is alles, lacht Tim. Tim kijkt zo gelukkig dat Saar ook maar lacht. Ach, we vinden het wel. Saar gaat naar de bakker. Ze wacht tot het haar beurt is. Een donkerbruin brood alsjeblieft en een luffunk. Wat blief, zegt de bakker. Luffunk, dat verkopen wij niet. Misschien is het een kaas. Kazen hebben vaak vreemde namen. Saar stapt de kaaswinkel binnen. Kan ik luffunk krijgen alsjeblieft? Het spijt me. Ik kan je niet helpen, zegt de man van de kaaswinkel. Saar gaat naar de supermarkt. Daar zal ze zeker een luffunk vinden. Ze loopt langs alle rekken en ziet melk en koek en vlees en friet en sla en ijs, maar geen luffunk. Ook de meneer bij de kassa kent het niet. Dan gaat Saar een kledingzaak binnen. Kan ik je helpen? Vraagt de verkoper. Saar toont het briefje, het papiertje met het vreemde woord. De verkoper krabt in zijn haar. Een luffunk? Dat ken ik niet. Saar zit verdrietig in de zetel. Wat is het erg dat ik niet snap wat Tim nu het liefste wil. Ze kijkt nog eens naar het briefje en springt dan blij recht. Ik weet het, ik weet het. Tim schrijft de woorden soms andersom. Vandaag is Tim jarig. Saar maakt zich mooi voor het feest. Ze haast zich naar Tim. Hebben jullie nu al een idee? Wat is een luffunk? Weet je het? Weet je het al? Ja? Ze geeft hem een dikke knuffel. Want dat is wat hij vroeg. Een luffunk, een knuffel. Maar een knuffel kunnen wij in deze tijd van corona moeilijk aan iedereen geven. In de mail staat een hart. Ga maar kijken. Knip het uit en versier het met de kleuren van de regenboog. En geef dat hartje aan iemand in plaats van een knuffel. Misschien aan iemand die nu niet je beste vriend is, maar met wie je toch wil proberen een vriend te zijn. Doe je het? Ja? Goed. Dag! De groetjes van alle mensen van de Ark.